sport wat ik altijd goed gegeven. Nou ja, ik ben dus niet. Goedemorgen allemaal. Beste mensen, wat een feest vandaag. Alle groepen van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal allemaal bij elkaar onder één dak. Peuterspeelzaal Startblok was al in de jaren 70 opgestart in het gemeentehuis. Daarna kwam er een plekje in de Overtoom. En nu zijn ze bijna niet meer weg te denken uit de grote speelzaal. Maar toch is het zo, ze zitten nu hier bij ons onder het dak. Het kinderdagverblijf de Kwakertjes is ook al tijden geleden gestart, zelfs in de vorige eeuw. Toen zijn ze gestart in een noodlocatie, hier ergens op de parkeerplaats. In 2001 hebben we ons dak gekregen in de Overtoom. En 3,5 jaar geleden groeiden we uit ons jasje en werd een uitbreiding gedacht. Als tijdelijke oplossing hebben we ervoor gekozen om enkele ruimtes in basisschool de Vogelaar te huren. En we hebben het daar goed gehad. Hans, en met jou het hele team van de Vogelaar, bedankt voor je prettige samenwerking. Ik noemde het al, 3,5 jaar geleden was dat. Maar eindelijk, september vorig jaar, is de bouw van start gegaan. En wat is het snel gegaan? Ongelooflijk. Begin december was de oplevering gepland. En inderdaad, de nieuwbouw is begin december opgeleverd. En vandaag kunt u kennis maken met het resultaat van de verbouwing. Verbouwen en gewoon opvang blijven bieden is een zware klus. Een drukke periode en niet in het minst voor ons personeel. Stof, tocht, lawaai, ouders die niet goed wisten welke ingang ze nu weer moesten nemen, het hoorde er allemaal bij. Natuurlijk gaan we na dit alles niet achterover leunen. We hebben als peuterspeelzaal, als kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang prachtige ruimtes. We gaan in deze veilige en prettige omgeving door om de individuele ontwikkeling van u en onze kinderen te begeleiden en te stimuleren. Spelenderwijs gaan zij de omgeving verkennen. Leren ze rekening te houden met elkaar, samen te delen en vinden ze een eigen plekje in de groep. Nog steeds genoeg werk aan de winkel dus. Deze morgen past ook een woord van dank natuurlijk. Dank aan de architect Berend van Lente. Dank aan de bouwers, bouwbedrijf KK Heutink en aan alle onderaannemers. Dank aan het bestuur van de Overtoom, aan u als ouders. En vooral aan de teams van de Kwakertjes en het Startblok. Want zonder jullie was dit niet gelukt. Ik vraag voor hen een warm applaus. Wil ik nu het woord geven aan Hans Schemkes. Dat is de voorzitter van het bestuur van de Overtoom. En daarna wordt het officieel geopend. Goedemorgen allemaal. Het moest heel kort zijn, dus dat ga ik dan ook doen. Want jullie staan allemaal te wachten. Ik sta hier, ik heb geen pet op, maar het is eigenlijk wel een beetje een dubbele pet. Als schoolleider van de Vogelaar heb ik net de nevenvestiging in onze school leeggemaakt. Het is erg kaal, het is erg stil. De mensen van het eerste uur, Henriette, Marian, Linda, ze zijn er allemaal niet meer. De kinderen zijn er niet meer. En het paste heel leuk bij ons, want het is eigenlijk een voortraject van de basisschool. Ik kon me heel goed voorstellen toen de directeur Janet Hoentje bij mij kwam om mij te spreken als voorzitter van de Overtoom, om toch maar te vragen op één locatie aan de Stuivenbergstraat te mogen zitten. Het is heel logisch. Het is functioneler qua personeel. Het is gezelliger voor de mensen. En het zit er nu. Dus bijna 10 jaar later een prachtige uitbreiding die, zoals Anneke al zei, eigenlijk niet zo snel en zo goed had gekund als we niet een hele goede architect en een fantastisch bouwbedrijf hadden gehad. Dus dank aan hen. En nogmaals, het past heel prachtig bij ons als Overtoom. De Overtoom is een algemeen toegankelijk multifunctioneel gebouw en daar past deze organisatie fantastisch bij. Ik wens jullie allemaal heel erg veel geluk
En ik hoop overhandig jou, Anneke, namens de Overtoom en namens de Vogelaar even een cadeautje. Helemaal leuk. Als het uit de binnenzak komt. Als... Dankjewel, namens ons allemaal. Dan is nu het grote moment dat het mooie lint doorgeknipt mag worden. En die eer valt de beurt aan Frederik Beens. Want Frederik, die is het langst hier op onze opvang en de buitenschoolse opvang. Zeg maar, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. Frederik, wil jij naar voren komen? En dan, oh, je bent er al. En Pascal mag naar voren komen van de Startblok. En Isabel van de Pilogroep. Doorgeknipt heeft, dan zegt Tanja nu en dan mogen jullie de ballonnen in de lucht laten. En dan wachten we nog eventjes en dan mogen alle andere kinderen ook hun ballon de lucht in laten. Frederik, ik tel tot drie, dan mag je het lint doorknippen. 1, 2, 3. Open! Nog één keer, kom op. Kijk maar. Wat doe jij nou?